Kun je dan iets vertellen over de voorbereiding nu naar dit weekend toe? In hoeverre jullie plannen een beetje in de war zijn geschopt? Nou, behoorlijk. Niet alleen de oefenwedstrijd tegen Keulen, maar ja, we hebben ook wel gemeld. We hebben een aantal coronagevallen. Dan heb je ook nog een aantal internationals die weg zijn. Maar degene die er waren, dus gewoon goed gewerkt en goed getraind. Maar ja, wel met een heleboel jongens die ontbraken. Dus dan heb je wel een beetje een gehandicapte aanloop naar de wedstrijd van Utrecht. Maar ja, dat excuses gelden niet. En vandaag komt er ook nog bij. Vandaag zie ik voor het eerst pas Limnios, Ugalde en Sadilek, omdat die terugkomen van de Interlands. Is Seruki al wel weer terug? Die is gisteren teruggekomen, vermoeid maar voldaan. Ja, met een doelpunt achter zijn naam. Ja, hij raakte hem niet helemaal goed, maar hij zat erin. En dat is altijd je eerste goal als international. Ja. Ja, dat is altijd mooi. Ja, jullie trainen ook pas wat later vandaag. Dus heb je dan al een beetje een idee wie jij tot je beschikking hebt voor morgen? Dat idee hebben we wel. Ja. En de training hebben we speciaal voor de jongens die terugkomen van de Interlands, want gisteravond kwam Sadilek pas terug. Vandaag om 11:45 landde Ugalde. Ugalde pas op Schiphol. Dus vandaar dat we hebben de jongens toch even bij elkaar graag. Ja, je zegt dat weet ik wel ongeveer. Ik weet ook zeker met die coronagevallen, jullie hebben natuurlijk ook met privacywetgeving te maken. Wat kun je er wel over zeggen? In hoeverre is dat nu nog een probleem voor dit weekend? Als in dat je daar spelers door mist? Nou ja, er zullen wel wat spelers ontbreken. Ja, over hoeveel hebben we het dan? Kun je daar wel iets over zeggen? Nou, we trainen niet voor niks besloten. Nee. We zullen wat aanpassingen moeten doen. Maar ja, iedereen zal wel zien met wie we gaan starten en wie er op de bank zitten. Mm-hmm. Het is nu al positief dat een aantal jongens weer terug zijn van corona. En het is de eerste keer dat Plekusvelo en Misitjan wel weer bij de wedstrijdselectie zitten. Dus dat is, okay. Dat is positief. Ja, eigenlijk was de bedoeling dat Julio vorige week wat speelminuten dan zou maken in die oefenwedstrijd. Ja, het is net, want we zouden eigenlijk ook morgen dan zeg maar met degene die minder spelen een oefenwedstrijd tegen Heracles spelen. Maar ook in verband met corona heeft Heracles gezegd, nou dat doen we liever niet en dat begrijpen we ook wel. Jij zegt, zowel Misitjan als Plekusvelo kunnen weer bij de wedstrijdselectie zitten. Heb jij enig idee wat zij aan zouden kunnen al? Ja, dat idee heb ik al. Kun je daar wat over zeggen? Hoeveel zouden ze kunnen spelen? Nou, die gaan allebei niet starten. En die zijn dan niet klaar voor 90 minuten. Maar ze zitten niet op de bank om alleen maar als toeristen erbij te zijn. Kijkend even naar, jij zegt al, dus, we gaan je morgen zien wie erbij zijn. We weten in ieder geval dat er wel wat gaat veranderen ten opzichte van de opstelling tegen Cambuur. Ilies geschorst. Maar menig ben je ook nog kwijtgeraakt. Ben jij enigszins verbaasd voor de clubkeuze? Want hij leek... Totaal niet. Okay. Er wordt ook allemaal doorgesproken met de trainer. We hebben misschien zelfs wel een ingecalculeerd risico genomen door Limnios al aan te trekken. En dus we hadden rekening gehouden met een vertrek van Menig. Maar dat was pas op het laatste moment. Ja. Dus dan heb je wel zo, het gaat toch nog gebeuren. En in eerste instantie leek dat hij persoonlijk niet zoveel trek had in Partizan Belgrado. Precies. En later wel. Maar ja. Dat is aan Quincy. Dus nee, en op Quincy heeft, ik heb heel bij PEC, maar hier ook heel prettig met hem gewerkt. Heeft het vorig seizoen heeft hij het voor het grootste gedeelte gewoon goed gedaan. Dus gewoon hartstikke mooi voor hem. En financieel is het voor de club ook hartstikke goed. Op korte termijn zullen we hem zeker missen. Ja. Maar straks moeten, als iedereen fit is, moet het eigenlijk gaan over de spelers die er dan en nu zijn. En niet meer over Quincy Menig. Wat dat betreft komt het goed uit dat jij Misitjan weer langzaam terug begint te krijgen. Of weer terug is, maar weer mee kan doen. Ja, dan hebben we Tjerni ook nog achter de hand. We hebben Limnios, De Nilio, we hebben Daan Rots. Twee goede spitsen. Mm-hmm. Dus moet goed komen. Laten we het dan uiteraard ook nog maar even hebben over de wedstrijd. En weer zien met René Haken voor jou. Als jij ziet wat hij daar nu neer heeft gezet bij Utrecht, hoe kijk jij daarna? Ja, met heel veel tevredenheid. Ik heb heel prettig met René samengewerkt. Alle eventjes bij Emmen, maar zeker bij PEC Zwolle. We hebben heel nauw samengewerkt. En de manier waarop hij hier toen wegging, had ik zoiets van, nou Twente, waarom doe je dat? Ja, ik denk dat ik niet de enige ben die dat toen dacht. Maar hij heeft bij Utrecht heeft hij het hartstikke goed op de rit. Dat is mooi. Voor hem. Ja, kijkende naar hun seizoenstart. Welke indruk maken ze dus weer? Ja, het is misschien heel makkelijk die laatste wedstrijd erbij te pakken. Dat kwamen ze toch goed voor de dag. Maar
Ik heb me wel een beetje gestoord aan... Ik heb zelf ook gezegd, we hebben een mislukte start. Want als je 3 wedstrijden hebt, je hebt 1 punt. Maar het sentiment naar Ajax was heel positief. En naar Cambuur heel negatief. Ook wel terecht, vind ik. Maar zij hebben hun laatste wedstrijd, hebben ze een soort Ajax-wedstrijd gehad tegen Feyenoord. En die hebben ze heel goed gewonnen. De wedstrijd daarvoor uit bij Groningen was eigenlijk best wel stroef. En dan hebben ze toch een 0-0 over de 90 minuten heen weggesleept. Maar ik denk dat Utrecht veel stabieler is dan vorig seizoen toen ze een moeizame start hadden. En dit is gewoon een serieuze ploeg die gaat strijden om Europees voetbal. En op het moment moeten wij eerst maar eens zien dat wij de aansluiting weer vinden. Maar ja. Morgen het enige wat wij absoluut zullen laten zien... Ja, is dat we gewoon die mentaliteit en die spirit die we tegen Ajax hadden, ja, die moeten we morgen ook weer laten zien. Hebben de jongens daar onderling veel over gesproken? Dat 1 punt na 3 wedstrijden is niet waar je op hoopt. Hebben die daar ook onderling veel? Ja, ik ben niet bij alle onderlinge gesprekken, maar als ze het onderling niet doen, dan moedigen wij het wel aan. Alleen je kunt niet 2 weken blijven hangen in dit. Die punten krijg je niet meer terug. Het gaat er meer voor wat doe je vandaag? Hoe train je? Hoe kijk je naar jezelf? Wat kun jij bijdragen aan de wedstrijd tegen FC Utrecht? Dat is veel belangrijker dan terugblikken nu.